is het. Maartenschool uit Nijmegen krijgt helemaal geen geld meer voor zorg. Afgelopen week was er een ouderavond georganiseerd waarin concrete oplossingen voor de toekomst met de ouders zijn besproken. We hebben vooral geprobeerd op de laatste ouderavond om ouders op de hoogte te brengen van wat is er aan de hand, hoe staan we ervoor en op welke manier gaan wij in augustus proberen om die nieuwe organisatie in te richten. Hoe gaan we proberen om die klap van het vertrek van die 50, 60 collega's hier van deze school, hoe gaan we dat opvangen? Voor de Maartenschool is een toekomstbeeld ingewikkeld te maken. We zitten echt in een dieptepunt van onze geschiedenis. Wat wij hier in de organisatie van de school er vooral van merken is dat we mensen moeten gaan ontslaan omdat we veel minder geld binnenkrijgen. En wij zijn meer dan nadrukkelijk hier betrokken bij die situatie omdat we zien dat kinderen niet zonder kunnen. Dus we zullen met steeds minder mensen dat moeten gaan doen en in de tussentijd op zoek naar nieuw geld om te zorgen dat die zorg wel geleverd kan worden. Ouders zijn echt bang. Veel van onze ouders hebben een poging gewaagd in het regulier onderwijs met hun kind. Soms zelfs op meerdere scholen. En zijn uiteindelijk hier terechtgekomen en zien nu dat het goed gaat met hun kind. Op het moment dat ik dan kon vertellen dat er hier mensen weg moeten en dat er waarschijnlijk ook kinderen weg zullen moeten van de Maartenschool, weten die ouders eigenlijk niet wat ze per 1 augustus waar ze naartoe moeten en wat ze dan moeten gaan doen. Bezuinigen is hier een beetje een ingewikkeld woord geworden, erg beladen en ik hoop niet dat er nog meer bezuinigingen komen. We hebben onze portie meer dan gehad. 1,8 miljoen op jaarbasis structureel geld is voor deze school een verschrikkelijk hoog bedrag. Het feit dat we hier geen geld meer krijgen om zorg te verlenen aan kinderen, dat is echt voor hier het meest beroerde wat je kunt bedenken. Veel van onze leerlingen zijn gewoon niet in staat om onderwijs te krijgen, om onderwijs tot zich te nemen, te leren, zonder dat die zorg gegarandeerd is.